Geloof het of geloof het niet, maar de kabinetchef van de Brusselse minister van Begroting, de open VLD'ers van Gat, die steekt zijn sacoche vol terwijl de Brusselse begroting compleet in het rood gaat. Brussel is bijna bankroet. En die kabinetchef die vindt dat het normaal is dat hij 267.000 euro bruto verdient. Terwijl hij de nieuwe generaties opzadelt met 11 miljard schuld. Een begrotingstekort van 40%. Ongezien. Hij verdient meer dan partijgenoot Alexander De Croo, de premier van ons land. En die premier, en ook de begrotingsminister van ons land, Alexia Bertrand, die kijken gewoon de andere kant uit. Allemaal van dezelfde partij. Dus als je denkt dat de bodem bij Open VLD bereikt is, dat is het dus nog niet, hè. De normvervaging die zakt gewoon door de vloer bij Open VLD. En ik kan daar eerlijk gezegd niet meer tegen. Dit gaat om uw belastinggeld. En het wordt tijd dat er mensen aan het roer komen die uw belastinggeld correct beheren. Ik heb zelf in 2017 een plafond ingevoerd voor de inkomsten van publieke mandatarissen. Die kabinetchef respecteert dat niet. Er zijn een heleboel mensen die dat niet respecteren. En dat moet wel eens gedaan zijn. Daarom is het tijd voor minder staat, minder politiek. De kabinetten kunnen gereduceerd worden met 75%, een derde van de parlementsleden minder. Want het geld moet niet gehaald worden bij u, bij de burger, maar bij de politiek en de staat. Want er kan nog enorm veel af. Daarom stem de volgende keer niet meer voor dezelfde verkwisters, maar stem voor u.